Kira, Nederlands kampioen. Dat is niet de eerste keer. Hoe voelt dat? Ja, nee, dat geeft, is altijd een euforisch moment eigenlijk. We hebben wel een tijd, toch wel. Maar die wil ik graag ook even. Hoe mooi. Is dit dan voor jou? Vierde. Oké, nou je vierde is toch altijd nog wel speciaal. Ik bedoel, het zijn er niet heel erg veel, lijkt me. Zo'n 500 meter tijd, hoe ga je die in? Tweede tijd voor Annika van der Meer. Dus geen opbouw of zo, gewoon vanaf de start. Oké, en dan kijken waar het schip strandt. Ja. Oké. Nou win je hem. Had je dat van tevoren verwacht? Klein beetje. Zien de concurrentie. Ja, maar het is toch altijd leuk om te winnen, lijkt me. Natuurlijk, je moet het altijd wel waarmaken. Anders, je moet het toch doen. Ja. Wat ga jij hier nog doen dit weekend? Ik hoop nog een titel te pakken op de Keirin. En bij de sprint moet ik met de vrouwen meerijden. Ja, dan zullen we gewoon zien hoe lang ik erin kan blijven. Wel een unieke ervaring lijkt me. Ja, wel mooi. Maar ik had liever alleen met de junioren gereden.